Het eerste publieke debat over de rechten van de inheemse volken, georganiseerd door de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden FITS, is vandaag gehouden in het IGSR Staatsoliegebouw. Dit debat is gevoerd door studenten van de Anton de Kom Universiteit en is georganiseerd in het kader van de nationale bewustwordingscampagne van de FITS Gedeeld of Verdeeld – Autonomie binnen grenzen. Deze discussie is met ondersteuning van het universiteitsbestuur en de richtingscoördinatoren gehouden. Het doel is onder andere een grotere bewustwording onder de Surinaamse jongeren te bewerkstelligen. Lorraine Jubitana, directeur van het FITS-bureau, is van mening dat studenten de toekomstige beleidsmakers zijn. Dit is de reden waarom het eerste debat over de rechten van inheemse volken door hen gevoerd is. We hebben gekozen voor een debat omdat dat meer informatie kan geven. En we hebben ook gekozen voor de universiteit omdat die onze beleidsmakers zijn in de toekomst. En vandaar dat we beginnen met de universiteitsstudenten om te horen hoe zij erover denken. Omdat wij ook weten dat er weinig bewustwording, weinig awareness is over dit onderwerp, de rechten van inheemse volken in het algemeen en dan grondrechten in het bijzonder. Jubitana hoopt dat er gewerkt zal worden met de conceptkaderwet, welke de FITS reeds heeft geformuleerd. Ze memoreert dat tijdens de laatstgehouden jaarrede president Desi Bouterse heeft aangegeven dat er een commissie zal worden samengesteld die uiterlijk eind augustus 2017 zaken moet realiseren. Ja, wij wilden natuurlijk liever gisteren dan volgend jaar, maar wij weten dat het een proces is en we hebben ook altijd gezegd dat we openstaan voor dialoog. Dus we zijn natuurlijk heel blij om te horen dat er iets gaat gebeuren en we hopen natuurlijk dat het daadwerkelijk gaat gebeuren. Weet je, wij hebben ook aangegeven dat wij te alle tijden ready zijn en dat we al een hele tijd ons huiswerk hebben gemaakt en dat wij ready zijn om samen met de commissie of in de commissie van de regering dan samen te kijken hoe wij dus zo snel mogelijk, en zoals de president zegt, willen wij natuurlijk graag dat we volgend jaar medio augustus 2017 daadwerkelijk een, zeg maar een conceptoplossing hebben zodat het wordt uitgevoerd. Lorraine Jubitana, directeur van het FITS-bureau. We spraken haar in verband met het eerste publieke debat over de rechten van inheemse volken. Dit debat is vanmorgen gevoerd door universiteitsstudenten. Ten aanzien van het thema gedeeld of verdeeld, zegt zij dat de inheemsen dit ervaren als verdeeld. Iedereen heeft een stukje, maar wij hebben niets, aldus Lorraine Jubitana.